Hallo iedereen, welkom hier bij EA TV. Spannende wedstrijd, althans, ja, dat hopen we dan maar. Jeroen Gutter hier naast me en ikzelf, zie het alvast, wij zullen de actie voor u verslaan. En over enkele ogenblikken de aftrap van de laatste wedstrijd van de competitie. Ik kijk er naar uit hoor. Het was weer een heerlijk seizoen, hè, Siert. We hebben een hoop interessante wedstrijden gezien. Er waren de nodige verrassingen natuurlijk. En wat hebben we gesmuld van al die fantastische doelpunten. Ja, de spelers zijn vast aan vakantie toe. Maar hopelijk hebben ze nog een beetje over om er vandaag een mooie wedstrijd van te maken. Het duel wordt straks door Bayern München begonnen met deze opstelling. Nou, deze trainer kent zijn klassiekers. En hij is ook niet bang. Hij heeft voor een 4-2-4 systeem gekozen vandaag. Ja, dat is zeker een klassieker. Dit zie je eigenlijk nog maar zelden dat een ploeg in deze opstelling speelt. Thank you. Enjoy the game. En we zijn begonnen. Ik hoop op een mooie wedstrijd, zie het. Joël Matip. Correa. José Martínez. Ángel Correa. Hij houdt het schot tegen. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Daar gaat het balbezit. Gaat dit wat worden? Van de bal afgezet. Nog steeds balbezit. Maar het momentum van de counter is voorbij. David Silva. Goed geanticipeerd op die paas. Ze zitten tussen. Kunnen ze dit snel uitspelen? En met de bal aan de voet de uitbraak. Toch de schietkans. Een lekker doelpunt. Goed geraakt. Geweldige volley. Genieten. Magistraal. Prima geraakt. Maar vergeet ook niet die geweldige voorzet. Heel goed gedaan. Hier ziet u nogmaals hoe dit doelpunt tot stand kwam. Mooie voorzet van een aardige afstand, moet je kijken zeg. Ja, zie je, deze speler staat onbekend dat hij een uitstekende voorzet in de benen heeft. En ja, goed afgemaakt ook die bal. Bal voorgezet en daarna uitstekend uitgehaald. Ja, laten we niet vergeten dat een goede voorzet het halve werk is. Maar je moet het natuurlijk nog wel even doen, die afronding. De aftrap en Bayern München viert de voorsprong. David Silva. Richting het doel van de tegenstander. Midden voor het doel gegeven. Ze springen wel, maar kunnen net niet bij de voorzet. Antoine Griezmann. Griezmann nog steeds aan de bal. Daar gaat het balbezit voor Bayern München. Hij komt met een schot. Hij keert dat schot. In het midden van de 16. Uiteindelijk loopt het op niets uit. Dus opnieuw proberen. Bayern München geeft de bal weg.
Je ziet dat die tegenstander niet onder de pressie uitkomt. En daarom schiet hij de bal buiten. Antoine Griezmann. Griezmann is het. De doelman verdedigt zijn doel. Ja, daar is hij voor, hè? Hoekschop komt voor. Hij neemt geen risico en beukt die cornerbal weg. Nou, wat kan hij hiermee? Weggewerkt door de doelman. Svensson. José Martínez. Ruben Neves. André Gomes. Lautaro Martínez. Dries Mertens. Hij let goed op en onderschept die paas. Griezmann. Antoine Griezmann. Zo, wat een boeier, zeg. Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg, hoor. Als ze de mogelijkheid zouden hebben, Jeroen, wat voor advies zou jij die spelers geven nu ze hun zinnen hebben gezet op deze titel? Ja, ik denk dat het eigenlijk heel simpel is, Siert. Je moet op dit soort momenten gewoon spelen zoals je dat altijd doet. En dan komt het eigenlijk altijd wel goed. Dries Mertens. De arbiter legt het spel stil, zodat die geblesseerde speler kan worden geholpen. Ik hoop dat die blessure meevalt. Ziet er niet zo fijn uit. Daar baalt hij van, zeg. Dat hij alsnog de gele kaart krijgt. Nou ja, scheidsrechter had het wel gezien, hoor. Maar hij liet goed doorspelen. Deze scheidsrechter heeft het prima in de gaten. Dan is dit het einde, dat doet de deur dicht. Ja, het ziet er inderdaad niet geweldig uit voor deze speler. Hij wordt gewisseld. Nou, de geblesseerde speler is naar de kant. Het spel wordt hervat met een scheidsrechtersbal. Oké, snel weer door. Wijnaldum. Soyuncu. Ze hijgen hem in de nek. Antoine Griezmann. Hij gaat schieten. Buitenspel, zegt de scheidsrechter. David Silva. André Gomes. Dries Mertens. Lautaro Martínez. Een kans op een counter. Angel Correa. En nu snel schakelen voor de counter. Kepa en nog steeds loopt het spel verder. Snijdt door bij de achterlijn. Zo, wat een reactie van die doelman. Komt de hoekschop in het midden. Niet aangeraakt, gewoon een doeltrap. Nee, hij kopt helemaal verkeerd, alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. Svensson. Leander den Donker. Schietkans. Kepa keert, spel gaat verder. Ze ruimen de bal op voordat hij kon schieten. Yannick Carrasco. De speler staat in de baan van het schot. En met die actie weet hij de bal af te pakken. Schot gelost. Redding, bal geklemd. David Silva. Lautaro Martínez. Mertens. En met de bal aan de voet de uitbraak. Het gevaar is nog niet geweken. Ja! En een redding!
korte hoekschop op een teamgenoot. Hij geeft hem voor bij de eerste paal. Eenvoudige ingreep. Die voorzet was een makkelijke prooi voor de keeper. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Leek veilig. Toch de kans. Oh ja, Bayern München doet die goede zaken, zeg. Met dat doelpunt vergroten ze het verschil tot 2. Raak. Als de doelman niet in zijn doel staat, is het makkelijk scoren. Schaaf voor open doel. Dan is het voor iedereen een eindje om te scoren. Mertens. Nummer 17. Dries Mertens. Nicolas Otamendi. Goed geanticipeerd op die pas. Hij zit ertussen. Griezmann nog aan de bal. Schitterende kans voor Griezmann. Formidable. Ja, doelpunt. Schitterend. Hier zie je dat er eerst goed wordt opgebouwd. En dat het dan vrij voor de doelman kan komen om het af te ronden. Die zit. Waar zit Doelman? Niet in het doel zo te zien. Dus die bal gaat er zonder probleem in. Ja, zo'n kans. Die mag je natuurlijk niet meer missen. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Nummer 21, Yannick Ferreira Carrasco. David Silva. Ze spelen de bal geconcentreerd over en wachten geduldig op een opening in de verdediging. Komt hij er? Lautaro Martinez. David Silva. Laag voorgegeven die bal. Het was de bedoeling dat die voorzet ergens anders terecht kwam. Antoine Griezmann. Correa. Angel Correa. Voorzet kan vanaf de flank. Met het hoofd. Schitterend. Die gaat er mooi in, zeg. Uitstekend doelpunt met het hoofd. Een doelpunt met het hoofd maken is niet voor elke speler weggelegd. Maar hij weet er wel een aandeel. Prima gedaan, hoor. Deze kans wordt netjes afgerond. Nog een keer kijken naar die schitterende voorzet. Ja, prachtig op maat gegeven en daardoor leidt het tot een doelpunt. We zien nogmaals hoe mooi die bal wordt voorgezet. En dan gaat hij ook heel prettig in natuurlijk, hè, met de kopbal. We gaan verder met een afgetekende score. 4 tegen 0. Slordig in het balbezit. Griezmann nog steeds aan de bal. Voorzet gelanceerd door Griezmann. Maar die tegenstander wordt gek voor hem. Hij is een plaag voor die tegenstander. Die maakt hij bijna zijn derde doelpunt. Ja, iedereen begrijpt dat hij een hattrick wil maken. Griezmann. Ja! Tor voor Bayern München. Dit is het tweede doelpunt van de wedstrijd. Hij is goed op dreef. Ook nog eens vanuit een ander standpunt.
5 tegen 0 alweer. Het krachtsverschil is duidelijk. Antoine Griezmann. Correa. Dat loopt goed af met die ingreep. Mooie positie om een voorzet te geven. Die doelman moet opletten. En die bal is weg. Griezmann. José Martínez. Dit kan maar eens een kans opleveren. De doelman reageert zoals hij moet doen. Pak de bal. Yannick Carrasco. Hij schiet. Zo, wat een boeier zeg. Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg hoor. Naar de thuisploeg wordt hier overklast. En hoor eens, ik geloof dat de fans er helemaal stil van zijn. Ja, ik hoor eigenlijk helemaal niets meer. Je kunt een speld horen vallen. Ze zijn niet erg onder de indruk van hun ploeg. Ze vallen helemaal stil. Zonde van deze kans. Hij had het doelpunt kunnen maken, maar wordt buitenspel gegeven. Zo, dat scheelde niet veel. Zeg. Net buitenspel, anders was het een kansrijke situatie geweest. Matthijs de Ligt. Antoine Griezmann. Angel Correa. Nog steeds aan de bal hier. Voorzet gegeven, hij staat vrij. Wat een geweldige bal. En dat is nummer 3. Nu zet hij gewoon een hat-trick op zijn naam. En hij heeft nu toch echt een hat-trick op zijn naam staan. Ja, het is het derde doelpunt van het duel alweer. Dit doelpunt vanuit een andere hoek. Wat een uitstekende eerste helft om nu al op zo'n voorsprong te staan. Field official geeft aan dat we 5 minuten extra speeltijd krijgen. Met een tackle pakt hij de bal af. Bayern München kan vrij eenvoudig oprukken over de vleugel. Oei, nou, dat gaat gelukkig goed. Er ligt een counter op de loer. Ingeleverd bij de tegenpartij. Wat een slechte inworp zeg. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Daar is dan toch het gevaar. En hij voorkomt dat doelpunt. Nou, normaal is dit gewoon een treffer. Zo 1-op-1 voor de keeper. Angel Correa. Goed zijn lichaam ervoor gezet. Ruimte voor de counter. David Silva. De verdedigers zijn terug in positie. Counter dus voorbij. Oleksandr Zinchenko. De Ligt begaat een overtreding. Dat is een gele kaart voor De Ligt. Die sliding is inderdaad niet volgens de regels uitgevoerd. Ik snap wel dat er wordt afgefloten voor deze sliding. Veel te hard. Het is rust, maar de wedstrijd is feitelijk al gespeeld. Het staat inmiddels 6-0.
Klietzmann geeft op deze wedstrijd weer vol gas. Onmisbaar is hij in de voorhoede van zijn ploeg. Zo zegt deze keeper zal wel wat problemen hebben vanavond om in slaap te vallen. Want ja, deze aanvallen maakt hem het leven zo zuur. Hij heeft al 2 keer gescoord. En ik denk eigenlijk dat hij daarmee... En met de bal aan de... Hier is de aftrap voor de tweede helft. Bij een tussenstand die de krasverhouding goed weergeeft. Hij heeft zijn dag. Hij past nauwkeurig vandaag. David Silva. En nu snel schakelen voor de counter. Het gevaar is nog niet geweken. David Silva. Wijnaldum. Lautaro Martinez. Dries Mertens. Mertens. Nog met... En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Zo, hij houdt hem gewoon tegen. Nou, ik ging ervan uit dat hij zou scoren. Hij wordt kort genomen. David Silva. De medespelers in het midden gegeven. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Lautaro Martinez. Hij zit er goed tussen bij die paas. En met de bal aan de voet de uitbraak. Midden voor het doel gegeven. Kepa moet blijven opletten. Dat die bal er niet in ging, joh. Wat een heerlijke actie van de keeper. Ruimte op de vleugel. Het lijkt wel het heelal. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Dries Mertens. Mertens. Gylfi Sigurdsson. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Nee, hard geschoten. Veel te onzuiver. Wat heeft hij daar nou in gedachten? Hij komt niet eens in de buurt van het doel. Helaas. Hij had die bal wel anders willen raken, denk ik, hoor. Yannick Carrasco. Bayern gaat in de aanval. Hij zit hem in het midden voor. Kepa keert, het spel gaat verder. Het gevaar is nog niet geweken. De trainer zal meer dan tevreden zijn over die redding van de keeper. Die was onnavolgbaar. Voor het thuisteam staat een speler klaar om erin te komen. Nou, eens kijken of dat ook wat aan het wedstrijdbeeld gaat veranderen. Antoine Griezmann. Yannick Carrasco. Hij raakt hem tegen de paal. Hij heeft de bal. Griezmann. Bayern München mag gaan ingooien. Er wordt een speler vervangen. Ze profiteren van deze paas. Lautaro Martinez. Sadio Mané. En start die brommer maar. Beroerd verdedigd. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Hij speelt hem laag. Daar is dan toch het gevaar. Zo, wat een mooie. Hij kan die voorzet afronden omdat er goed wordt opgebouwd en dan ruimte ontstaat om voor te geven. Ja, als een speler op die plek de bal krijgt, dan ben je natuurlijk al geklopt.
dan hoef je niet meer te verwachten dat de doelman voor Superman speelt. Hem nog even gaat tegenhouden. Nee, zo werkt het niet. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Bayern mag een vrije trap nemen. Zou wel eens wat kunnen worden. Hij is even uit balans. Maar weet zich toch staande te houden. Goed weggewerkt die bal. Een inworp voor Bayern München. For FC Bayern Munich. Coming off the pitch, number 21, Yannick Ferreira Carrasco, to be replaced by number 10, Lionel Messi. Messi in de richting van het vijandelijk doelgebied. En een hakje. Hij weet het schot tegen te houden. Lionel Messi. De speler staat in de baan van het schot. De inworp is voor Bayern. Messi. Hij trekt naar binnen. Nou, wat kan hij hiermee? Zo, wat een boeien zeg! Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg hoor. Joël Matip. Ruben Neves. Wilfried Sigurdsson. Wijnaldum. Lautaro Martinez. David Silva. Sadio Mané. Hard schot, maar geweldig mis. Maar wat is dit voor onkunde? Helemaal verkeerd geraakt. En zonde hoor, van zo'n kans. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. En de bal ligt in het net. Echt knap. Hoe hij zo wordt dwarsgezeten, maar de bal er toch in werkt. Ja, de klasse druipt er hier vanaf. Ze doen er alles aan om te dwarsbomen. Maar toch weet hij heel knap die bal erin te schieten. Mooie redding. Hij krijgt die bal niet weg. Dan gaat het alsnog fout. Ja, inderdaad, zie je het. Die aanvallende partij blijft alert en slaat er alsnog toe. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Doherty, Correa, Antoine Griezmann, Messi. En nog steeds de bal bij Messi. Goed gedaan van die doelman.
bal naar het midden. Dat is Otamendi die de bal wegwerkt. Soyuncu. Bayern München mag gaan ingooien. Svensson. Griezmann. En weer een succesvolle tackle. Goed bezig. Een schot door Griezmann. En die bal vliegt binnen. Met deze hat-trick bewijst het kleine Krijnert Bakkel zijn waarde in de aanval. 3 keer het doel geraakt vandaag. Hij blijft ze erin schieten. Is alweer zijn derde van het duel. En dat noemen we een hat-trick. Fantastisch gedaan. Nog eens vanuit een andere hoek. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Anton Griezmann. Alexander Zinchenko. David Silva. Lautaro Martinez. David Silva. Sadio Mané. Zet verder door. Nee, hard geschoten. Veel te onzuiver. Wat heeft hij daar nou in gedachten? Hij komt niet eens in de buurt van het doel. Matthijs de Ligt. Pas lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Wijnaldum. Lautaro Martinez. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Nee, zeg, veel te wild geschoten. Je hoeft hem alleen maar heel subtiel langs die keeper te plaatsen. Zo belabberd, hè. Ik zou razend zijn als ik zijn trainer was. Messi op de vleugel aangespeeld. José Martinez. Griezmann kan deze afronden. En een geweldige goal. Formidable. Antoine Griezmann. Oh, wat is hij toch sommige momenten ongrijpbaar. Voor die spelers in de achterhoede. Geef Antoine Griezmann de ruimte en dit is het resultaat. Een doelpunt tegen. Het ging er wel erg makkelijk af. Dit doelpunt vanuit een andere hoek. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Wijnaldum. Wat een uitstekende wedstrijd heeft dit team gespeeld. En dat hebben ze ook tot uitdrukking gebracht in de score. Ja, dit Bayern, dat is toch een feest om naar te kijken. Zo overtuigend en soepel aan de bal. De tegenstander is er niet aan te pas gekomen. Ja, dat zie je terug in de score. Sadio Mané. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Eens kijken of ze gevaarlijk kunnen worden uit de counter. Doherty. Svensson. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Bayern München aan het aanvallen. Messi. Het spel wordt stilgelegd. Het is buitenspel. Hij speelde een enorme wedstrijd. En heeft onmiskenbaar een grote bijdrage geleverd aan deze voorsprong. Hij mag nu gaan uitrusten. Tegenstand, nee, die komt er niet bij. Angel Correa. Zou wel eens wat kunnen worden. En dat schot komt tegen een tegenspeler aan.
mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Wilfried Sigurdsson. Wilfried Sigurdsson vroeg voorgegeven richting 16. Die kan de uitkomende keeper makkelijk pakken. Nou, mag het ietsje pietje beheersen. Hij raakt die bal helemaal verkeerd. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. En we spelen nog 4 minuten door in de blessuretijd. Ze kunnen het nog afmaken. Voorzet naar de vrije man. En nu wordt het oppassen. Ik denk dat hij hem al telde, maar de vlag ging omhoog. Buitenspel gegeven. Het is ook maar net buitenspel. Hè? Anders zou het zeker een scoringsmogelijkheid zijn geweest. Bayern München in balbezit. Hij schiet. Hij heeft hem. Het schot wordt afgeweerd door een speler. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Sadio Mané, Wilfried Sigurdsson. Ze geven de bal weg. De speler brengt de bal dichter naar het doel van de tegenstander. Kans om te scoren. Hard schot, maar geweldig mis. Ja, wat is dit voor onkunde? Helemaal verkeerd geraakt. Ja, zonde hoor, van zo'n kans. Daar gaat het balbezit. Ze hebben er hard voor gewerkt. Het ziet eruit dat ze vandaag toch niet het kampioenschap binnenslepen. Nee, de supporters hadden natuurlijk enorm.